Zo, we zijn hier dus nogmaals bij het zwemgedeelte, waar weer een uitreiking zal plaatsvinden. Ik ben op YouTube ook te zien met betere beeld, als het goed is. En en ook via Facebook. Ik ga zo meteen even lopen naar de camera. Het wachten is op de zwemmers, die ook zo meteen ga ik even laten zien. Thank you so much to the team who are on deck. Sorry. Thank you. Hey. Hi. I can go. Shall I stand here? Ja, dames en heren, we zijn hier. Goedemorgen. We zijn hier vanuit Sint Lucia, waar er zometeen weer de medailles gaan worden uitgereikt. Je ziet mijn nieuwe t-shirt ook weer van Dresscode. Thanks to Dresscode. Ik ga nu even naar de andere kant om te kijken waar de zwemmers blijven van Suriname. Die moeten nu komen naar voren. Om, yes, thank you. All right, so good morning everybody. How are you feeling today? Good? Boy, you sound a little hungry. No, eat breakfast? All right, so a little later will sound a little more vibes, right? All right, so let's get started. This is day three of our 28 Good Girls Swimming Championships, and we're going to start off with medal presentations for the girls 8 and under 50 meter freestyle. In third place, from the Bahamas, we have Milana McDonald. Second place, from the Bahamas again, Tanika Rowe. Good morning. Medal! Call me after me. Isabel Nicholas. Clap for the children. Richard heeft me gezegd, jullie moeten komen. Jullie moeten komen, degene die de prijzen krijgen. Want ze roepen al een hele tijd, horen jullie dat niet? Wie krijgt de prijzen? Joël, jij, Evan? Je moet wel. Hallo Evan, hoe gaat het? Lekker geslapen? Ja, het weer een beetje. Ja. Snel. Snel, snel, snel. Sorry. Zo, dus even de boys gaan halen. Zometeen krijgen ze ook een prijs. Suriname, could you please send Evan across the photo? Nu pas. Gelukkig ben ik hem gaan ophalen. Oh my god, ze zat op hem te wachten. Daar staat Evan Chanapau, nummer 2. Krijgt van zijn eigen coach de medaille opgehangen. Yay, Suriname! Zonder vlag. Great, great, great. Okay, last. Joël, wat is de vlag? Hebben we de vlag nu? Oh, I'm looking for you. Joey, tell us smile. Smile, girl. Next up, we have boys and
Baba Job. Dankjewel, Ben. Weet de vlag. Geef me even. De vlag moeten ze wel hebben. Ja, loop je naar voren? Hoe moet je met hem mee? Wie kan me vertellen of jullie goed beeld hebben op YouTube? Voor ik even me checken hoe het beeld is op YouTube. Via YouTube, oké. Okay. Thank you guys. Dat is Barbados, Bahamas en Jamaica. We zien hier dat de Bahamas worden geïnterviewd. Bahamas, can you come up for me, please? Are you alright? Look here, guys. So everyone is coming before me for my build. Oh. Yes. Suriname weer in de prijzen gevallen, mensen. Tweede plek weer hier. Daarom. Ja, ik heb die jumble bij me. Gaat zo meteen pakken, hoor. Ik heb het even weg voor de zeker. Ik heb een jump meegenomen. Het is hier bij mij. Sorry voor het geschut. Een microfoon. Maar dit is niet handig wat ik doe. De bedoeling was niet dat ik live zou gaan, eigenlijk met mijn telefoon. Maar omdat het een paar keer fout is gegaan met YouTube, denk ik, ja, dit wil ik niet missen. Maar het schudden is inderdaad niet zo handig. Bahamas 1, 2, 1, 3 en 2 Jamaica. En onze eigen coach van Suriname, die doet vandaag de medailles uitreiken. Suriname wederom in de prijzen gevallen, net met Evan Chanapau en Akela Williams. De Bahamas weer, mensen. Die vallen zo weer in de prijzen, dat ze daar geen vlaggen meer hebben. En ook Barbados. Cora, dankjewel. Maar kunnen jullie nog steeds zien? Want er zijn heel veel mensen voor het beeld. Dus ik vraag me af of jullie nog steeds kunnen zien. Alle zwemmers zitten hier. Yeah.
Trinidad, again Bahamas. Eigenlijk had die drie aan de andere kant moeten staan. Eén en dan twee en dan drie. En dan hebben we nummer 1, Suriname. Suriname weer in de prijzen gevallen, mensen. Moeilijke Japanse naam heeft hij. Maar hij is ook in de prijzen gevallen. Gefeliciteerd, en wat vind je ervan? Je eerste prijs weer? Maar je weer een gouden medaille. Jij heet Diro... Dipo Gromo, je voornaam? Sean. Sean, Dipo Gromo. Goud voor de zoveelste keer. En vanmiddag ga je ook weer voor zijn goud. Geweldig, dat was Dipo Gromo, moeilijke naam Sean. We zien Trinidad. We gaan later nog even proberen beelden te hebben. Ook vanuit YouTube met de boys te interviewen. Hoe is het beeld van YouTube? We zijn Jamaica, Trinidad en Barbados. En ik zweet me helemaal suf. En daar staat Jairo al klaar. Nee, Jairo gaat... Jairo, hoe heet hij? Saint Ednel. Nummer 3, Saint Ednel, Suriname. Ook weer in de prijzen gevallen. Yay. Dan hebben we weer de Bahamas. Nummer 2. En nummer 1 ook weer de Bahamas. Beeld nog steeds goed op YouTube? De Bahamas heeft best wel veel prijzen, maar ze zijn ook met 40 zwemmers gekomen. Gefeliciteerd, wat vind je? Geweldig weer? Ja, toch wel. Ja, en vanmiddag weer gaan voor meer? Ja, zeker. Oké, toppie. Dat was jongeman Ednel. Oh my god. En wie zitten er nog meer Surinamers? Komen er nog meer, Jairo? Ja. Wie? Wie? Wie gaat nu nog? Jij? Nu nog niemand. Je zijn nu klaar? Nee, ze gaan door, denk ik. Ze gaan kennen als ze alle medailles gaan geven. En? En jullie zijn niet meer in de prijzen dan? Ja, ik ben wel in de prijzen. Ik ben wel in de prijzen. Oké. Oh my god. Waarom? Je ziet hoe belangrijk het is een support system te hebben. Zijn de mensen uit... Ik ga even zo staan in de schaduw, want oh my god, it's killing. Bahamas, die zijn weer enthousiast aanwezig. We zien Trinidad en we zien Barbados. Oh nee, Bahamas. Again, the Bahamas. Ik kan zelf niks zien op het scherm, maar ik moet in de zon staan. En de Bahamas wederom. 1 en 2. 1 en 2 en 3. En hoe is nummer 1? Oké, 2 en 3. Wederom de Bahamas. De link van YouTube heb ik gepost op Facebook.
Cora, misschien kun je het eraf plakken en even hier delen. Onderin. En Trinidad, number uno. Trinidad and Bahamas. Zij valt Akela Williams, wederom in de prijs. Cora, deel nog steeds goed daar. Dankjewel, Ben. Check jullie af en toe hoe daar is met mijn YouTube dingen. Ik kan het niet controleren omdat ik hier sta. Suriname wederom in de prijzen gevallen. Akela Williams, derde prijs. Weer een bronzen medaille. We mogen trots zijn als Suriname met onze medailles. Ondanks de landen zoals Barbados die erg sterk waren, heeft Suriname het zeer goed gedaan. Complimenten. Goedemorgen Akela. Gefeliciteerd. Wederom een prijs gewonnen. Ga je vandaag weer voor een prijs? Hopelijk. Nee, we gaan ervoor. Je kan het. You want both? Yeah, I want both. Drie is Jairo. We zien Jairo wederom met een prijs. En we zien Jamaica 1 en 2. Jairo, waar zijn zijn ouders om een foto te maken? Nobody here to take a picture. Oké, maakt niet uit. Oké, weinig kijkers daar, maar dan heb ik het zelf wel op YouTube. Dankjewel, Cora. Hey Jairo, gefeliciteerd. Wat vond je ervan? Leuk. Ik heb nog een medaille. Weer een medaille? Ja. Vanmiddag ga je er weer voor ook? Ja. Oké, super, succes. Jairo, zijn er nog meer van ons? Nog meer van ons? Ik zweet jongens niet te filmen. Barbados, je ziet het, hè? Die vallen constant in de prijzen. Jamaica, sterke ploegen moet ik zeggen. 40 zwemmers meegenomen, ook Jamaica een grote ploeg. Dus daarom is het perfect geweldig om trots op te zijn dat Suriname als klein land met maar 29 zwemmers toch nog ook heeft kunnen winnen van Barbados als sterke ploeg. Er is een nieuwe medaille. Ziet u weer mensen. Wederom. Barbados in de prijzen. Trinidad again. Sterke ploegen. Oh my god, sweating my... Oh my god. Nogmaals, de Bahamas. Zeg ik Barbados? De Bahamas. De Bahamas, een grote, ook Barbados trouwens goed. Maar dat Suriname ook heeft kunnen winnen van Barbados, is super geweldig. We zijn nu, dit zijn de medailles van gisteren, we moeten nog gaan zwemmen. We moeten nog zwemmen voor vandaag. Dit zijn de medailles die ze van gisteren nog zijn uitgereikt. Ik zie een Surinaamse zwemmer komen, dus waarschijnlijk komt er nog één. We zien het wederom mensen, Bahamas, Barbados en Trinidad. Vier sterke ploegen moet ik zeggen, Jamaica, Bahamas en Barbados en dan ook Trinidad. Dat Suriname nogmaals in de prijzen is gevallen vind ik super, super, super. Thank you.
gezien, de Bahama's 2, Jamaica en Suriname 1. Yay! Suriname 1, Suriname 1. Kijk eens, naast Jamaica, naast Barbados. Mensen, dit is echt een hele accomplishment, omdat Barbados een sterke zwemploeg heeft en dat onze jongen daar staat en een gouden medaille heeft. Geweldig. Suriname staat klein erbij als vlag. Maar wel met grote kloekendaden. Nummer 1, Suriname. Hoi, hoi, gefeliciteerd. Geweldig. Het zijn wel geweldige, sterke ploegen van wie je gewonnen hebt. Ja. Ben je trots? Ja, tuurlijk. Mooi zo. We zien het. Wederom Suriname in de prijzen gevallen tot nu toe. Aardig wat prijzen. Ik denk dat we nu toch wel aan de 25 prijzen zijn gekomen aan medailles. En dan nummer 1 ook wederom. En nogmaals, zoals ik al zei, Barbados, een goede, sterke opponent. Hoe zeg je dat? Tegenstander. En Trinidad en Tobago en Antigua. Nou, dat is leuk. Nu hebben we de eerste prijs. Dat is ook leuk. Voor de eerste keer denk ik, is leuk. En we zien Trinidad, nummer 2 en 3. En Antigua, ook een kleine delegatie gekomen. Curaçao ook, met een kleine ploeg. Trinidad een grote, Jamaica een grote, Barbados. En onze zwemmers hebben het zeer goed gedaan. En wij mogen met recht trots op ze zijn. En ik weet niet of er nog meer van onze Surinaamse sporters komen. Ik zie nog wel eentje zitten. Zeker fantastisch mensen, we mogen super trots zijn en daarom van belang dat wij er ook bij waren om ook ze ja, te stimuleren en zeggen van er is aandacht voor jullie. Niet alleen maar voor voetballen, waar dat natuurlijk ook goed is, maar ook voor onze zwemmers. En die elk jaar meedoen aan de Goodwill Games. Trinidad en we zien Antigua in de prijzen gevallen goud is ook mooi voor de jonge kinderen. Sint Lucia valt ook in de prijzen nu. En Suriname horen nu. Oh ja, staat het Evan weer? Evan, jij gaat weer? Zo, welk nummer? 2, 1. Nummer 1, jee, daar gaat Evan Tjanapo. Mensen, weer een gouden medaille voor deze gast die volgens mij gisteren al 2 gouden medailles heeft. Het is Evan Tjanapo met onze kleine vlag. Maar nogmaals, het is niet in the size, right? Is what you perform. En we hebben goed gepresenteerd. Evan, je vraag een beetje naar voren. Yes, that's it. Naast de Bahama's, naast Jamaica. Suriname als 1 met Evan Tjanapau die uitzonderlijk goed heeft gepresteerd dit toernooi. Ik mag mogen niet anders zeggen. Dus geweldige prestatie weer van Evan. Bescheiden jongeman. Wederom een gouden medaille voor Suriname. Hij heeft net ook al had hij een derde prijs en nu heeft hij zijn... Suriname. Evan, gefeliciteerd. Is dat je derde gouden plak? Je, voor dit toernooi? Je vierde? Je gouden plak in dit toernooi? Je bent geweldig. Geweldig, gefeliciteerd. Zijn vierde gouden plak. Jeetje, ik dacht zijn derde. Evan Tjanapo, mensen. Een jongen waar wij in de gaten moeten houden. Deze jonge, talentvolle zwemmer. En daarom is het nodig dat er sponsoren komen. Daarom is het nodig dat de overheid ook inkomt. Daarom is het nodig dat bedrijven inkomen. Om onze jonge zwemmers met talent vanaf heel jongs af te stimuleren. Zoals ze dat in de Bahama's doen. En natuurlijk kan ik Bahama's niet vergelijken met Suriname.
Maar de intentie kun je hebben, er zijn genoeg bedrijven in Suriname die kunnen zeggen van wij gaan deze jongeman gewoon vanaf nu gaan we sponsoren. Zijn kleding krijgt hij van ons, zijn schoeisel krijgt hij van ons, zijn zwemkleding krijgt hij van ons, zijn trainingspak krijgt hij van ons. Dat moeten we toch doen. Een jongeman die hier zoveel heeft gepresteerd, dat is iets om zeker te koesteren. Sint Lucia. Jij gaat zo meteen? Ga jij zo meteen aan de beurt? Weet je niet? Ik ben moe. Ik heb geen zin. Je bent je stem verloren. Oh, heb je echt wel hard geschreeuwd? Oh ja, je hebt zo geschreeuwd gisteren, hè? Die anderen aan te moedigen. Heel goed. Dat is een jonge Surinaamse zwemmer ook. Die bijna heeft geen stem meer. Zijn stem is weg. Hij? Suriname weer in de bronzen. In de prijzen gevallen mensen. Weer een bronzen medaille voor Suriname. En Trinidad en Tobago en Jamaica. Suriname wederom in de prijzen mensen. Wederom in de prijzen voor deze jonge zwemmer. Ik ken ze niet allemaal bij naam. Excuse me. Ik ga er later achteraan om te weten hoe hij heet. Maar wederom. En hij is zijn stem verloren omdat hij gisteren heel hard heeft geschreeuwd. Toen Jairo aan het zwemmen was, heb ik gezien. Hij stond daar echt heel hard te schreeuwen. Tijdens de estafettes ook. Dus we gaan hem niet lastigvallen. We gaan hem alleen maar feliciteren. Gefeliciteerd! Jij kan niet zoveel praten, maar veel succes straks, hè? Ik denk dat we het allemaal hebben gehad. Ik zie geen Surinaamse zwemmers meer staan om in de prijzen te vallen. Zo te zien niet. Ik denk dat we allemaal onze prijzen hebben gehad. Jij nog een keer, Sean? Oké, dan ga ik nog wachten. Sorry. But that's why you're standing here. In the sun and in the shade. Oké, zo dom. Ik sta hier helemaal in de zon. We mogen nogmaals met recht trots zijn. En ik zal mijn hart maken wanneer ik terug ga om toch dit te gaan promoten bij bedrijven. Alhoewel ik helemaal geen sportjournalist ben, maar ik ben een Surinaamse van geboorte en ik denk dat we dit echt moeten gaan stimuleren. Sporters hebben een bepaalde mentaliteit en dat heb je nodig om je in een land ook mooi kunnen opbouwen. Gedisciplineerd, gemotiveerd, gepassioneerd zijn ze ook. We zien wederom Jamaica en de Bahama's in de prijzen gevallen. Ja, gaan ze allemaal voor me staan, dus ik moet toch wel in die zon gaan staan zo meteen. Als Suriname eraan komt. We zien het wederom mensen, de Bahama's en Jamaica en Barbados. We zien het, dat zei ik al, de sterke landen die met heel veel medailles naar huis gaan. Maar ook wij gaan met veel medailles naar huis. We mogen zeker niet ontevreden zijn. Oké, Susie, dankjewel. Hij zei 4. 3 gouden medailles, 1 brons en 1 zilver. Super. Dankjewel, Susie, voor de correctie. Onze jongeman. Onze jonge Surinaamse zwemmer. Er is talent. En wat ze nodig hebben is een stimulans. Barbados again, de Bahama's again. Deze gaan met zoveel medailles naar huis. Maar wat ik heb begrepen, het belangrijke is je tijd. Je tijd moet je verbeterd hebben. Maar Suriname heeft goed gepresteerd en we mogen met recht trots zijn. Allemaal een Surinaamse vlag posten. Net zoals onze bokser heeft gewonnen gisteren, Rozenstruik. Heeft ook gisteren gewonnen, ook waar we trots op mogen zijn. Sean, dankjewel. Dankjewel, Susie.
Wie zegt het me dat? Wie zegt het? Rafael Sariman. Dankjewel, Rafael. We zien Jamaica, de Bahama's en Suriname. Suriname op nummer 2. Een zilveren medaille wederom voor Suriname. Net had hij goud. How about step up a little for me? What's that? Step up a little. Four? Yes. Good, perfect. En Suriname weer erom in de prijzen gevallen, mensen. Ik heb de medailles niet geteld. Ik ga zo meteen even aan de chaperones vragen en voor de technische manager die mee is gekomen om hoeveel medailles er nu gaan. Great job, Suriname. Great job. Gefeliciteerd, man. Hoeveel medailles heb je al? Voor 5 voor dit seizoen, voor dit toernooi. Zo, toppie, 5. Man, mensen, we mogen trots zijn. De wedstrijden gaan zo beginnen, denk ik. Ik denk dat we allemaal van onze spelers hebben gehad. Ik zie niemand meer van ons. Ik zie nu weer de Bahama's, Jamaica en Trinidad. Sterke ploegen, zoals ik zei. En daarom mogen we met recht trots zijn op onze eigen jongens en meisjes. Ik ga u laten zien op de tribune. De support van de Bahama's, support van Jamaica, support van Trinidad. En onze eigen mensen die ertussen zitten. Gelukkig had jij die vlag. Een vlag. Een vlag, ja. En hoeveel medailles hebben we tot nu toe, denk je? And last but not least, boys 15 to 17, 30 meter butterfly results. We have in third place from Trinidad and Tobago, Brandon Balfour. From the Bahamas, Donald Saunders, second place. And also from the Bahamas, first place, Wilson, Kenneth Ferguson. And then it's Trinidad. Trinidad. And then everyone, and right before we call the officials to do their march, it's we're just going to share the combined force to event Bahamas, Bahamas, yeah, Bahamas, Bahamas, did a good job. Jamaica, we see Jamaica points. In the house. Oh, Jamaica, elke dag. Hebben ze, hi hi! Elke dag hebben ze andere kleding aan. In 5th place, Suriname with 335 points. And in 4th place, Jamaica with 556 points. In 3rd place, we have the Barbados swim team, 598 points. Who is in 1st and who is in 2nd? Trinidad, are you in 1st? Bahamas, are you in 1st? Okay, alright. So Trinidad and Tobago second place with 633.5 points. And in first place it's Bahamas with 1,060.5 points. Well done everyone. So Jamaica heeft gewonnen? Jamaica heeft meer punten? Alright, so let's make use of this good weather that we have and let's get started. We're calling on the officials and timers to get to their positions. Martin, over to you. Met de klappen bij. Oké, dan gaan we beginnen. Ik ga er even uit. En dan gaan wij verder hier wanneer we beginnen met de wedstrijd. Can I see if the schedule? Ja, yeah, in front of me. The first, we don't have Suriname first, no, in the second one. Oké, we hebben zo meteen bij de tweede. Ja, toch is het ook leuk om het gebeuren. Ik geniet er ook intens van, moet ik zeggen. Ik laat even mijn gezicht zien hoe ik eruit zie. Niet dus. Helemaal in die zon te staan. Ik heb gelukkig een doekje bij me. Maar het is bloed en bloed heet. En jullie zien mijn t-shirt, Suriname, thanks to Dresco.
Ruben is the best. Sorry. Een beetje water drinken. Ga even wachten op de... Goed gedaan, coach. Gefeliciteerd. Je hebt nog steeds niet geteld hoeveel medailles we hebben. Kan ik zo meteen eventjes een cijfer van je krijgen? Ja, maar ik heb mensen willen het graag weten. Ik heb afvragen bij mijn processie. Oké, super. Top, maar sowieso mijn complimenten. Ik vind dat onze jongens en meisjes het goed hebben gedaan. Yes, als je kijkt naar een club zoals Barbados, sterke ploeg. Bahama's, helemaal sterk. Wat vind jij zelf als coach? Ik moet zeggen, als ik naar de andere landen kijk, die hebben een betere voorbereiding dan ons sowieso gehad. Ja. Qua financiën alvast zijn ze een stap voor. Ja. Maar ik mag niet klagen. Nee. We zijn vijfde. Verdiend vijfde met een klein team als Suriname. Exactly. Absoluut. 27 zwemmers. Ja. Mag ik wel zeggen dat ik wel tevreden ben met de vijfde. Ja. Maar ik roep zelf op eigenlijk meer dat bedrijfsleven zich meer gaat bemoeien met sporters. En general, voetbal krijgt al genoeg aandacht. Maar je moet zien badminton, zwemmers. Waar een bedrijf zegt, zoals een Even Chanapau, een jonge, talentvolle zwemmer. Zou je toch zeggen van, hey, deze jongen gaan we sponsoren. Klopt. Zorg voor zijn kleding, trainingspak. Zou je ook die oproep willen doen van bedrijfsleven? Kom op. Nou, hier bij bedrijfsleven, jullie zien het. We zijn 3 dagen al live geweest. Suriname heeft goud. Ook eigenlijk medailles afgeleverd. Ja. Dus waarop wachten we? Exactly. Hopelijk volgend jaar kunnen we meer rekenen op het bedrijfsleven en met een team van 40 man gaan. En misschien weer in de top 3 komen. Precies. En jullie gaan dus dan nu die voorbereidingen doen, want je zegt, je hadden niet voldoende voorbereid. Deze landen hadden ze beter kunnen voorbereiden. Klopt. En dat bedoel je met trainen van de sporters of wat bedoel je dan? Ja, trainingen van de sporters. Mm-hmm. Dus vanaf komend seizoen willen we eigenlijk aan vroegtijdig beginnen. Geweldig. Zodat onze kinderen ook in top shape zijn. Exactly, ja. En ja. Dat we ook eigenlijk, dat de kinderen elkaar ook goed kennen. Ja. En deze landen, de meeste kinderen kennen elkaar al van Nederland. Ik ben 87 is on the way, girls, 9 to 10, 200 meters. Ja, en inderdaad, die voorbereiding is belangrijk, hè? Oké, hartelijk bedankt en succes! We hebben het gehoord van de coach. Laat me even gaan om wat water te drinken. En mijn gezicht af te vegen. Zo vind ik het net. We hebben het gehoord van de coach. Weinig, niet zo lange voorbereiding op deze landen. Dus we gaan dit jaar anders doen. We gaan op tijd beginnen. Een jaar van tevoren. We kunnen elkaar leren kennen. Goed voorbereiden. En het bedrijfsleven moet inkomen. Wij als Surinamers moeten inkomen om onze jonge sporters te promoten, te helpen, te ondersteunen. Oh my god. Hier naar Suriname. His camera is already there. Is already focused there. Ja, ik hou alles in de gaten, mensen. Dan verkiet voor Jarez Mamoni. Het is een heel gezellige sfeer. Het is absoluut een aanrader als je kan om als Surinamer te komen om je land te joinen. Er is natuurlijk een prijskaartje aan, maar als je met de... Mevrouw Sorginio, hoe gaat het? Mag ik straks horen hoeveel medailles we hebben? Ja, ze zochten vandaag naar je. Annemarie zocht naar je. Oké. Ja. Zo, ik heb wat gedronken, een beetje water. En wat gezicht? Een beetje gevaccineerd. Wat lekker als je geen make-up hebt, hè. Je kan zo vegen, niks komt. We gaan zo meteen Suriname zien. Hey, hoe gaat het? Ik ben laat, ja. Oké, mensen. Suriname, represent. Thank you.
op een kleine ploeg. En hierna is Suriname. Even kijken wie we dan hebben. Suriname zo meteen. Daar gaat wie zwemmen? Eva Noter. Een van de zwemmers is vandaag ook nog jarig. Een van de jonge meisjes. Die gaan we straks ook even feliciteren. En daar gaat Eva Noter. In baan hoeveel? Baan 5. 5, right? Eva Noter, Suriname. In baan 5. Eva Noter. Oh. Valse start. Het was te snel. Kan gebeuren. Nerveus ben je dan. Maar dan mag je dan nog wel meedoen, denk ik. Ja, valse start. Ja, ze mag gewoon meedoen. Nogmaals, in baan 5. Eva Noter. Die gaat nu zwemmen tegen Trinidad. Dat is een hele sterke ploeg ook weer, wat doet ze nu? Baan 5, Eva gaat goed, gaat goed. Eva gaat helemaal lekker. Ja, ja, Eva. Eva gaat helemaal goed. Baan 5, Suriname, en ze keert al om. Daar gaat Eva als derde. Yeah. Eva, Suriname in baan 5. Meisjes, jonge meisjes. We zien Trinidad, we zien Barbados. En Eva kan, wordt waarschijnlijk de vierde die gaat aantrekken. Barbados, oh, ze moeten nog een keer, oh my god. Dat is echt niet. We zien Barbados, we zien Trinidad en Tobago, we zien Barbados en Eva. Barbados voor, Trinidad voor, Barbados voor. We gaan. En ik denk het wordt de strijd tussen Trinidad en Barbados. Wie tikt dat eerste aan? En dat is... Oh nee, nog een ronde. Oh my god, deze meisjes zijn sterk. We zien de strijd gaat tussen Jamaica... Oh nee, Trinidad en Tobago en Barbados. En Eva komt aan baan 5. Jamaica gaat, Barbados gaat. Dit keer is Bahamas nog niet zo goed bij. Barbados, Jamaica en Trinidad en Tobago. Trinidad en Tobago, Trinidad gaat heel hard naast de Barbados. Een spannend verhaal tussen die twee. En Trinidad en Tobago, Trinidad en Tobago, Barbados. Eva als nummer 4. En Trinidad tikt als eerste aan. En Eva tikt als vierde aan. Can we get some quiet for the start, please? And nu gaan we weer Suriname in baan 1. One. Van in Suriname, dat is Alicia Redan. The 303 for the girls 9-10-200 meter. Gaat goed, Redan gaat goed. Dus in Barbados gaat hard, Trinidad gaat hard, Bahamas gaat ook hard. En Barbados. Zien nummer 1, Suriname gaat.
Corée in baan 8. Chelsea Corée in baan 1. Alicia Redan. Event 88 boys 200 meter freestyle. In day 3 we have Maxwell Andrew from Team St. Lucia. Lane 4 Dylan Crawford from Team St. Lucia. Lane 5 Tyler Dantes from Team St. Lucia. And lane 6 Daniel Martin from Team St. Lucia. St. Lucia in deze sterk vertegenwoordig. En in 1, 2, 3. En Antigua denk ik in baan 6. Dankjewel Ben, dankjewel. Zien Sint Lucia. 1 en 2 Sint Lucia. 3 is ook Sint Lucia. En 4 is dacht ik Antigua. We moeten nog één ronde pakken. Hi Frankie. No filming, live. I can't say 3 months. You will. You didn't want to say greeting. Dus jij kan ik groeten. We zien het nog maar. Alleen Sint Lucia, baan 1, baan 5, baan 4. En Sint Lucia ook nog baan. Zij van baan 6 als eerste nu. Loopt ze een hele lane achter. Nee dan? Ik denk de laatste ronde. Ja.
een hele baan, ja, ze was een hele ding achter. De wedstrijd is al geëindigd en zij moet nog een keer helemaal terug. Dat is jammer. Maar ze gaat door, geweldig. Je moet wel, ook al weet je, je hebt het verloren. Je gaat door, je moet door. Dat is de mentaliteit van een echte sporter. Ook al hoe jong je bent, gewoon doorgaan. En ook al weet je, je eindigt als laatste. You finish with grace. Yay, kom op! Ik denk Suriname band 4. Ja, Suriname band 4. En we proberen wat... Oh, baan 4 en baan 8. Is het nou Joel? Ja, baan 4 en baan 8. Oh, lastig. Nee, hij moet voor me staan. En... Kom op, boys! Alleen Sariman in, baan 4. Baan 4, Sariman, dat gaat goed, Suriname. Ja, 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 hij gaat goed. Hij zit nog steeds in de top bij de andere drie. Want we zien wederom dat Bermudes als een speer gaat. Hij gaat Bermudes. Die hebben hele goede zwemmers, maar wij ook. Wij hebben goede zwemmers ook. Sariman gaat goed. Bermudes gaat goed. Bermudes als eerste. Oh ja, maar ze moeten nog een keer terug. Dat zie ik nog wel. Geen sportjournalist, hè. Maar je ziet ze daar aan de overkant allemaal te juichen en zo. En daar gaat hij weer terug. Sariman, Suriname. Yes! Go, 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 go! Bermudes komt als eerste. Bermudes gaat ook als eerste weg. Suriname inmiddels ook weg. Gaat voorbij. Gaat voorbij de twee anderen daar. Kom op! Ja, 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 ja! Kom op! Suriname! En dat heeft ook nog gewonnen. Yay! We zien Suriname rap gaan. Hij gaat rap ook. Hij komt naar voren. Ja, en Bermudes natuurlijk hier. Maar Suriname blijft niet achter. Hij gaat. Yes! Go, go, go! Go, go, Suriname! Go, Suriname! Go! Go! Oh, Suriname, yes, yes, yes! Hij zit als derde aan, denk ik. Ja, 3! Hoop ik. Maar nee, ik sta daar niet, dus ik kan niet zo goed zien. Kijk, hebben we hier Suriname? Nee. Ja, Joel Oldenstam in baan 7. Baan 7, mensen, Joel. Joel! Kom op, kom op, kom op! Het gaat als een speer! Kijk op aan! Kijk op aan! Bermudes achter de baan. De Bahamas aan.
eerste aan. Joel gaat. Gaat ie. Joel. Suriname mensen. Hé, hey, ik verwacht jullie daar mee jeugd, hè. In jullie huiskamer. Springen, gillen. Hij is een nek aan nek race tussen hem en Berbedes. Daar gaat hij weer. En Berbedes. Joel. Go, go, go. Kom op, Joel! Joel! Ja, ja, jongens, het is helemaal niet professioneel wat ik doe. Maar Joel, oh, 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 oh! Oh, het kan, het kan, het kan, het kan om net! Oh, nee! Oh, ik moet er nog een keertje draaien. Wow. Heb je helemaal niet kwalijk, hoor. En een keiharde strijd tussen Joel, Suriname en Barbados. Heel nek aan nek, nek aan nek. Wie zal het winnen? Let's go! Go, Joel! Go, Joel! Go! Go, Joel! Go, Joel! Go, Joel! Go, Joel! Go, Joel! Ja, ja, ja! Joel! Yes! 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 Joel wins them! Joel wins them! Sorry. Hij heeft als eerste aangetikt. Het was een lekker lekker race met Barbedes. Maar in de laatste terugkeer heeft hij het geweldig gedaan. Had hij een goede voorsprong. Maar Barbedes was een geduchte tegenstander. En toch heeft hij hem heel goed kunnen inhalen. Heeft hij zijn laatste krachten ingezet om die laatste meters te zwemmen. Een geweldige prestatie ook weer van Joel. Even spieken of wij hier Suriname hebben. Als het goed is, zie ik daar in baan 5. Ready? Even spieken op mijn lijstje, mensen. Ja, Tamira Graven. Ja, Tamira Graven in baan 5. Go op! Go, go, go! Gaat goed, dat is Tamira. Yes, go! Up! Up! Tina! Gaat goed, ze gaat goed. Go, go, go! Grenada zit ertussen. Bahamas, Trinidad. Daar gaat onze Tamira graven. Yes, kom op Tamira! Yeah, go! Go, go! Go, Tamira! Go! Go, go up! Kom op, kom op! Suriname gaat goed, Suriname gaat goed. Tamira Graven, mensen in baan 5. Naast haar ook wederom, wie is dat? Het is Jamaica. Go, go! Daar komt Tamira Graven, mensen, in baan 5. En ze doet het goed, de slagen zijn prachtig. Keurige slagen. Met kracht komt ze eraan. Barbedes. Dat is het eerste aantikken, denk ik. Woop! Daar gaat ze, go, go! Daar gaat ze, mensen, daar gaat ze. Oh, de cameraman doet ook goed, geweldig. Dankjewel, Cora. Kan ik ze met liefde uitbetalen. Yes! We zien dat Suriname rij 2 is. Barbados als eerste. Bahamas komt erachteraan. Go, Tamira, go! Go, Tamira, go! Yes, go, Tamira! Go, go, go! Give it your all! Let's go nummer 2. Zij wordt nummer 2. Go, go, go! Barbedes haalt ze niet meer in. Maar ze kan wel de tweede aantikken. Yes! Yes!
Welkom Suriname! Maar mee dat weer! Naar Suriname nogmaals! Number 5 from Suriname! Hoe bedoel je dat je pasa? Ik weet niet wat jullie zeggen met de Akela, kijk, de camera. Met Suriname nu ook weer, let me see. Oeh, hadden we net ook. And please, Monsieur, we will still please be quiet. Thank you. We hadden net ook nog Suriname erin. In baan 6. Heb je dat gemist? Huh? Oké. Okay. Deze zit geen Suriname bij. Heat 202 in lane 1, we have a Maurice from St. Lucia, lane 2, Addison Thomas from Jamaica, lane 3, Tamara Atkins. De volgende hebben we wel Suriname zo meteen. We zien dat de Bahamas sterke ploeg is. Like I said, Barbados ook, sterke zwemmers. Maar ze zijn er met 40 gekomen. Zoals de coach zei van Suriname, wij moeten ons beter gaan voorbereiden daar. Voorbereiding is je halve werk. Je hebt equipment nodig, je hebt trainingspakken nodig, je hebt van alles nodig. Money, money, money is dat hier. Ik ga straks mijn gimbal aandoen nadat de laatste van ons. Oh nee, ja, het gaat zo snel. Ja, we zien zoals je zei, hè, drie dat gaat in deze, of is het verbeterd? Barbados, Bahamas. De Bahamas gaan als eerste wederom. En Barbados zit er achteraan. Daar gaan de Bahamas. Bahamas met Barbados. Oh. Barbados, Bahamas. Bahamas wint op deze game. En Barbados 2. We zien in deze twee Surinamers uitkomen op baan 5, 4 en 5. Suriname. Azarel en Christian Wartin. Baan 4 en baan 5. Hey, this is event 19, boys. 11 to 12, 200 meter freestyle. Daar gaan ze hoor mensen. Ze gaan het doen, het goed. In 4. Baan 4. Daar zit Azarel. In baan 4, doet het goed. In 5 is Christian Wartin, ook goed. Go! Daar komt Azarel als eerste aan. Azarel die neemt het lead, dan neemt de lead. En daarna komt Christian. Die doet ook. Het is tussen deze twee Surinamers nu.
Ze moeten goed aftekenen, anders worden ze gedisqualificeerd. Dan gaan ze weer terug, alle twee. Suriname, 1 en 2. Kom op, go! Kijk, kijk, kijk. Ik ga voor de camera. Hier, ja. Go, go, go! Je kan daar staan. Je mag wel daar staan. Oh, je weg. Oh. Go, go, go! Jullie namen nummer 5. Dat is Christian. Kom op! Gaat tussen Suriname en Suriname. Go, go! Daar gaat Christian en daar gaat Azarel. Suriname, 1, 2. Daar komt Suriname wederom, alle twee. Christian, daar gaat Azarel. Go! Go, go, go! We horen Surinaamse ouders daar ook op de tribune. 1 Suriname, wederom, en nummer 2 Suriname. 15 meter lane 4, Azarel, also Suriname. Dus nummer 1 is Cristiano. Christian Wartim en Azarel Asraf Alili. Mooie, moeilijke naam. Suriname dus wederom in de prijzen. Yes, go, go, go! You go, yes, yes. Go, goed zo, goed zo. Doorgaan, doorgaan. We gaan eindigen als laatste, niet belangrijk. Ga door. Next time better. Ja, we bemoedigen haar allemaal. Op hem. En die jongen van Suriname in baan 5 ging nog voor haar klappen ook. Dat is Christian. Dat is heel netjes, heel netjes. Hij klapte ook. Dat is geweldig. Voor hem. Het is een hem, denk ik. Dat is super sportief. Wie hebben we nu? Voor mij hebben we hierin geen Suriname. Dat is nice. Grenada. Grenada heeft ook een witte badmuts waarvoor ik. Hierna is Jairo aan de beurt, mensen Oldenstam. Suriname weer in de volgende lijn. Je ziet het gaat, het gaat. En na Zakaya, straks van Suriname, ga ik even eruit om het gimbal proberen te fixen. Suriname nogmaals net in de prijs gevallen door Christian Wartim en Azarel. 1 en 2. We zien in deze dat Grenada goed gaat naast de Bahama's. Grenada gaat goed met Barbados. Barbados gaat nu inhalen. Daar gaan de Bahama's, die hebben ingehaald inmiddels. Dus zometeen hierna hebben wij Jairo in baan 4.
Jairo Oldenstam zometeen en Van Vier. We zien dat Barbados goed gaat. Garneda gaat wel keihard, maar Garneda gaat als eerste aantikken en Garneda als tweede. They are followed by Lane number 2, Dante Martin from Barbados. Oké mensen, Joël Oldenstam zoals ik al zei in baan 4. Hij heeft ook gisteren prijzen gewonnen. Gouden medailles. Baan 4 mensen. En daar is hij. P3 of 3. Joël Baar en Jairo. Go, 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 Joël! Jairo! Mensen, kinderen. Jairo! Yes, Jairo, go, go! Jairo, go! Hij zit in de eerste sowieso. Hij gaat als eerste aantikken. Jairo, go, go! Jairo, go! Go, Jairo, go! Woep! Woep! Daar gaat hij hoor mensen, daar gaat hij. Yes. We hebben een nek aan nek race met Jamaica. Met... Wat is het, Barbados? Die komen aan hoor, die komen aan. Oh, 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 nog de laatste. Daar gaat hij, daar gaat hij. Kom op! Yo! De andere haalt hem in, de andere haalt hem bijna in. Jawel, in baan 4, Jairo. Jairo Oldenstam, mensen, sorry. Jairo Oldenstam, baan 4. Nek aan nek race met Barbados. Nee, met Jamaica, sorry. Daar gaat Jawel! Jairo! Jairo! Kom op, kom op, kom op! Oh, net, 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 net. Oh, nog eentje. Oh my god. Dit is in de Bahamas. Jairo! Jairo, Jairo. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh nee. Voor de tweede plaats voor Jairo. Ja, de Bahamas. Goed gedaan, goed gedaan. De Bahamas zijn sterk. Goed gedaan. Goed gedaan van Jairo Oldenstam. Jamaica, Jamaica, Mr. Boys. Yes! Er komt er nu, hij nu pas aan. Dat is wel tof van die mevrouw. Dat ze mensen zeggen, de laatste ze ook aanmoedigen. Easy fight for the start, thank you. Nu komt in baan 6. Suriname toch, 6? Ja. Oké, zit de andere badmuts, dus ik zag het zo. Ednel. Ja, kom op! Yes! Suriname, kom op, kom op! Ja, ja, ja! Zakir, Surinam. Lane 7, Maniaco, Nashville, Portugal, Tomato, and Lane
from St. Lucia. Go, go, go! Go, 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 go! Just a reminder, you have access to medical personnel at the physio service. Yes, Suriname, go, go! We zit in de tweede, derde lane. Ze gaat goed, ze gaat goed. Kom op, kom op! De laatste ronde, denk ik. Yes, yes, kom op! Derde. Oh nee, we gaan nog een ronde. Oh my god. Jullie daar helemaal geen bestand van. Kom op! Suriname. Kaya Edmel. In baan 6. Doing a good job. Doing a good job. Go, go, go! Probeer hem de gimbal te plaatsen zonder eruit te gaan, maar dan gaat het waarschijnlijk, erg schudden. Even proberen. Dan hebben we nog even Suriname doen. This is two of two in lane one. Israel Wong from Jamaica, lane two. Kristen Anderson from Bahamas, lane three. I will put my bags in here. Otherwise. Spring of Barbados, lane five. Myra Makeup from Barbados, lane six. I want to try to work with this. Can you hold this? And in lane 8, from the Bahamas, Samira Donaldson. I need to take it off, I think. Okay, ga eruit met dat mensen. Ik zie jullie straks weer, maar we zijn er nog steeds op YouTube. Ik ben er straks weer. Even goed de camera gaan plaatsen van mij.